Goedendag en welkom bij Loek TV. 'S Ochtends vroeg in de bibliotheek en dan komt de schrijver Koos Meinders. En dan zal je maar in groep 3 zitten, want dan is het heel spannend. Zijn we er allemaal klaar voor? Ja! Goed, ja. Lekker zitten. Daar komt. Vark, zegt Kuil. Ben jij wel eens boos? Vark zit te tekenen, kijkt op van zijn tekening en die zegt, hè, wat? Boos? Ja, boos, zegt Kuil. Oh, soms, zegt Vark. Een beetje. Maar nooit erg. Hoe erg bedoel je? Vraagt Vark en hij tekent gewoon weer verder. Nou, zo erg dat je schreeuwt en dat je stampvoet op de grond en dat je rood wordt in je gezicht en dat je met dingen gaat gooien. Ja, dat zou ik wel doen. Zo boos word ik nooit. Daar was ik al bang voor, zegt Kuik. Vark gaat meteen op met tekenen. Hij kijkt Kuik aan. Je loopt gevaar, zegt Kuik. Ik? Vraagt Vark. Ja, ja. Gevaar dat je uit elkaar knalt. Waarom zou ik nou uit elkaar knallen? Nou, van boosheid, zegt Kuik. Ja. Van ingehouden boosheid. Ingehouden boosheid, was dat nou weer? Vraagt Vark. Nou, dat is boosheid die er wel in zit, maar die er niet uitkomt. Knal je dan uit elkaar? Vraagt Vark bang. Kuik knikt. Als een ballon, zegt hij. Bam! Vark schrikt. Hij heeft helemaal geen zin om uit elkaar te knallen. Nee, hij zit net lekker te tekenen. Kuik, zegt hij. Kuik, je moet me helpen. Oké, zeg maar. Wat moet ik doen? Ja, mij boos maken natuurlijk, zegt Vark. Wil je dat? Alsjeblieft. Zo, dan gaat je daar nog echt. Wil ik dat? Ja. Leuk is het niet. Iemand boos maken, zegt Kuik. Maar voor mijn beste vriend doe ik alles. En hij pakt een potlood en hij begint zomaar in het wilde weg over Vark's tekening te krassen, 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 krassen. De tranen springen Vark in de ogen. Dan moet hij helemaal opnieuw beginnen. En dat was net zo'n mooie tekening. Je moet boos worden, zegt Kuik. Niet verdrietig. Oh ja, even vergeten, zegt Vark. En dan geeft Kuik Vark een klap. Au, zegt Vark. En Kuik steekt zijn tong uit. Wat doe je nou? Vraagt Vark. Nou, ik steek mijn tong uit. En ik ga je uitschelden voor even nadenken. Ja, ik weet wat. Voor dik buikzwijn. Ik? Dik? Zegt Vark. En dom, zegt Kuik. Als ik niet zou weten dat jij Vark was, zou ik denken dat jij je dikke vette opgeblazen pad was. Vark loopt naar de spiegel. Je liegt, zegt hij. Ja, natuurlijk lieg ik, zegt Kuik. Oh, dus ik ben niet dik, vraagt Vark. Nee, zegt Kuik, maar je bent wel dom, zegt. Eeuwig dom, schreeuwt Kuik. En zijn hoofd wordt rood. En hij stampvoet op de grond. En hij gooit Vark's kleurpotlood zomaar op de grond. Gemeen, zegt Vark. Je zou mij boos maken. Maar nou ben je zelf. Ach jij, je wil gewoon niet boos worden, schreeuwt Kuik. Ik wil wel, schreeuwt Vark. Maar ik kan het niet. Vark. Zegt Kuik, je wordt helemaal groot in je gezicht. Ja, stampvoet Vark. En ik ga ook met dingen gooien. En hij pakt Kuik's foto van de schoorsteen en hij smijt hem door de kamer. Nou ga je te ver, jochie, schreeuwt Kuik. En hij gooit Vark's foto, hup, door de kamer. En Vark gooit de stoel om en Kuik de tafel. En ze gaan door met schreeuwen en stampvoet op de grond en rood worden in hun gezicht en met dingen gooien tot ze... Uit elkaar. Uit elkaar. Uit elkaar. Koos, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt er net groep 3 van basisschool De Goorzel ontvangen. Geweldige ervaring lijkt me dat. Ja, ik vond het een hartstikke leuke groep kinderen en ze waren heel betrokken en nou, het ging geweldig. Ja. Voor de mensen die jou niet kennen, Koos, je bent ooit beroemd lid geweest van het Klein Orkest. Dat bestaat niet meer. Was je toen al bezig met het schrijven van kinderboeken?
Nou, het is eigenlijk gelijk opgegaan. Overigens heb ik nooit in een klein orkest gespeeld hoor. Eigenlijk alleen maar teksten gemaakt. Maar ik was toen, het is eigenlijk gelijk opgegaan. Het schrijven voor kinderen en voor volwassenen. En ik doe het nog steeds allebei. Maar misschien met ietsjes meer nadruk op de kinderen vind ik het eigenlijk wel net even leuker. Dan zeggen de mensen altijd vaak van, ja, waar haal je nou die ideeën vandaan om voor kinderen te schrijven? Ja, je moet zelf een beetje kind zijn gebleven, hoewel je moet ook weer niet, sommige schrijvers doen er ook wel heel spastisch over, van ik ben het kind in mezelf nog niet kwijt. Maar je moet wel als een kind kunnen denken en kunnen voelen. En ja, als je in staat bent om nog naar je kindertijd terug te gaan, om te weten hoe dat voelt als je in je bed ligt omdat je iets vervelends hebt gedaan, een straf hebt gehad of iets leuks hebt meegemaakt, ja, dan is het al een stuk makkelijker. Ja. Nou zeg je zelf, je gaat ook een beetje terug naar je eigen kindertijd. Merk je nu aan kinderen van deze leeftijd, 6, 7, 8 jaar, dat ze zijn veranderd? Doen die kinderen anders? Praten ze anders? Nou, ze zijn wel wat vrijer geworden. En dat is ook een groot goed natuurlijk, want ik weet nog wel dat wij in bankjes zaten achter elkaar. En die bankjes waren vastgeschroefd aan de vloer. En je durfde nauwelijks iets tegen de meester te zeggen. En het is heel goed dat dat een stuk vrijer is geworden, vind ik. Ja. Je maakt dan een aantal boeken. Je vrouw maakt de tekeningen erbij, dat vertelde je net. Is het nou zo dat na verloop van jaren dat je dan zoiets krijgt van, goh, ik wil eens wat anders proberen, een detective te schrijven of voor pubers te schrijven? Nou ja, ik doe al heel veel verschillende dingen. Ik schrijf voor Hofplein Theater, heb ik een musical gemaakt van een van mijn kinderboeken. De Club van Lelijke Kinderen, die is pas gedraaid. Dus dat doe ik. Ik schrijf voor cabaret voor volwassenen. Ik schrijf ook poëzie voor volwassenen. Ik heb boeken voor volwassenen geschreven. Ik heb laatst voor het theater, voor het Oerol Festival, Terschellingen een theaterstuk gemaakt met liedjes erin. Dus het is al heel afwisselend. Als ik alleen maar kinderboeken zou schrijven, of alleen maar volwassenen, dat heeft niks met kinderboeken te maken. Maar ja, ik hou wel van de afwisseling en liedjes schrijven vind ik heel erg leuk en gedicht. Een van je verhalen zojuist ging over mooie woorden. Je vertelde dat je ook een hekel hebt aan lelijke woorden. Toch even over die mooie woorden. Er stond van de week ook in de krant een artikel dat wij heel, heel onzorgvuldig omgaan met het Nederlands. Ben je daarmee bezig met dat soort dingen? Nou, als je het wel eens zo om je heen hoort of je leest, is het wel heel erg aan het verengelsen. En dan wordt de taal niet altijd, vind ik, mooier erop. Dus ja, en ik ben schrijver en ik hou wel van taal. Ik bedoel, als ik in een ander land ben, ook als ik de taal niet spreek, dan is het eerste wat ik doe toch een krantje kopen om te kijken hoe die taal eruit ziet. En proberen om erachter te komen van wat daar staat. Ook al lukt dat in moeilijke landen, zal ik maar zeggen, lukt dat niet. Maar ja, dat interesseert me altijd wel. Of als ik in Spanje ben, ik spreek een beetje Spaans en dan zie ik dan de opschriften van de winkels. Die moet ik dan ook even hardop uitspreken om even te proeven. Even een vraag buiten de orde, Koos. Ja. Je hebt ook natuurlijk heel veel middelbare scholieren die moeten lezen voor de boekenlijst. Dat heb je zelf ook gedaan. Dat speelt op het ogenblik heel erg. Heb je het idee dat dat nog lang blijft bestaan in die vorm? Dat verplicht lezen, die uittrekseltjes maken, lees van elkaar overschrijven? Ja. Of zeg jij van, goh, docenten Nederlands, pak het zo eens aan? Ja, nou, dat zou ik niet weten hoe ze het moeten aan. Maar je moet, denk ik, als je zelf enthousiast bent en dat enthousiasme probeert over te dragen op leerlingen, nou, dan lukt het ook in deze tijd. Je moet misschien iets harder eraan werken. Maar het is niet onmogelijk. Maar het gaat altijd om de Theo Thijsens of de Thea Thijsens voor de klas. Als je bevlogen bent en je houdt van je werk en je houdt van die kinderen en je houdt van boeken, nou dan lukt het ze om ze enthousiast te krijgen. Maar het is wel moeilijker, dat weet ik absoluut zeker. Er is zoveel concurrentie van computer, tv, het is allemaal zo'n zapcultuur. En ik vind ook dat veel tv-programma's ook daar te veel op inspelen. Van, ze denken ze van, ja, ze kunnen maar 2 minuten luisteren. Nou, je hebt het net gezien. Hele kleine kinderen, die zaten toch 3 kwartier, daarna was het wel een beetje op, maar toch 3 kwartier te luisteren. Terwijl op de tv, weet je wel, 1 minuutje dit, flits naar iets anders, flits naar wat anders. Zo voed je ze ook op om maar heel kort geconcentreerd te zijn, vind ik. Kijk je wel eens om je heen naar andere kinderboekenschrijvers, wat zij doen? Nou, ik ken inmiddels natuurlijk een flink aantal kinderboekenschrijvers. En ik lees niet zoveel meer als een tijd geleden toen mijn zoon nog in de leeftijd was om veel te lezen. Want ja, die wilde ik dan ook niet altijd lastigvallen met mijn verhalen. En dan, ja, daar heb ik veel aan voorgelezen ook.
En er is heel veel goed spul, vind ik, in Nederland. Ja. Wat is op het ogenblik top, vind je zelf? Top. Ja, er is niet. Ja, ik weet niet. Top. Vind ik moeilijk om te zeggen. Er zijn er zoveel. Ik voel me bijvoorbeeld heel erg verwant met een schrijver als Sjoerd Kuiper. Met zijn Robin-boeken. Die vind ik echt geweldig. We zitten in Nederland met heel veel allochtone Nederlanders. Ook kinderen die dus moeite hebben om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Is voorlezen toch heel erg belangrijk? En juist ook voor die kinderen? Ja, er zijn ook onderzoeken naar. Van, naarmate er meer voorgelezen is, verwerf je wat makkelijker de taal. En leer je makkelijker jezelf uit te drukken in de taal waarin je opgroeit. Ja. Dus het is ongelooflijk belangrijk. En een grote fout die ouders, maar ook leerkrachten maken, is dat op het moment dat de kinderen zelf kunnen lezen, van je hoeft niet meer voor te lezen. Maar dat is helemaal niet waar. Je moet blijven voorlezen. Ook, en niet alleen omdat je er iets van leert, maar omdat het zo geweldig heerlijk is om voor te lezen. Ook, nou, als vader heb ik dat ook gedaan. Het is ook een heerlijk eind van de dag. Je kan ook nog, je leest een verhaaltje voor en je neemt dus een beetje de dag door. En het is toch een prachtig, mooi slot van de dag. Dus, Laatste vraag, Koos, want er komt zo weer een nieuwe groep. Ja. Ben je op het ogenblik bezig met een nieuw kinderboek? Ja, ik ben bezig met een derde boek over hetzelfde jongetje, Keizer. Dat is een jongen die opgroeit in de duinen. Dat is eigenlijk het decor van mijn jeugd. Ik kom uit Den Haag, Loosduinen. En daar ben ik mee bezig. Dankjewel voor je komst naar Schiedam. Graag gedaan. En dit is een heel grappig versje. Het gaat over een groenteman in Rode School. Het bestaat echt. Dat is een dorp helemaal in Groningen, helemaal in het noorden van Nederland. En dat heet Rode School. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dat er een dorp was dat Rode School heette, ik zag het helemaal voor me. Een rode school met een rode juffrouw voor de klas. En allemaal rode kindertjes in de bank. En die zaten met een mooi rood potlood, mooie rode zinnetjes te maken in een mooie rode taalschrift. Alleen de juf, die had een groen potlood. Want ja, af en toe maakten de kinderen natuurlijk die rode kindertjes een fout. En die moesten natuurlijk wel duidelijk aanstrepen wat de fout was. Dus van deze dat met groen.